Papa houdt van u, een meisje. Dat weet je toch? Ik zie u echt ongelooflijk graag. Mama zal nog niet thuis zijn. Die moest nog een beetje nawerken. Maar ja, dan zijn we met z'n tweeën, hè? Papa en jij alleen. Dat is al veel te lang geleden, hè? Veel te lang. Maar het moet wel ons klein geheimje blijven, hè? Sarah? 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 Sarah doet zo raar. Raar? Hoezo raar? Ik weet niet. Ze is zo schuchter de laatste tijd. Ik krijg er geen woord meer uit. En ik ben het ook meer dan beu, Ivo, dat je haar zo verwendt. Ze moet leren dat als ze iets wil krijgen, dat ze er ook iets voor moet doen. Ja, onze Sarah is toch een voorbeeldige dochter. Ik bedoel, ze luistert naar haar. En waarom papa? Heeft haar meer aandacht dan dat je mij ook zou geven? Wat erger duurt toch niet? Ik meen het serieus, Ivo. Ik heb me godverdomme al 3 maanden niet meer aangeraakt. Wat wij in bed hebben, dat is onze zaak. Dat staat los van ons Sarah. Ik probeer hier gewoon een papa en een goede papa te zijn ook nog. En het enige wat ik krijg is wat kritiek over mijn kop gesmeten. Godverdomme nog. En daarbij moet ook van 2 kanten komen, hè. Sorry. Meen dat niet zo. Allee, het is goed, hè. Kom jij maar lekker verder. Wij hebben honger. Wees je het nog? Jij en ik? Voor altijd. Hehehehe